Jan, heb jij niet een... Sta je goed zo? Ja, ik weet niet, moet ik op een krukje staan? Nee, vind je niet wat te klein? Of is het goed? Ik ben niet groter. Hey, maar prima. Voor mij is Jan ik heb mijn platte groter dan wie dan ook hier aan tafel. Ja. Zeker waar. Jongens, Jan Lammers gewoon. Jan Lammers, zo is de het. De held. En Karin op Laars. Onze held. Karin op Laars. Ja, anders was je kleiner geweest dan Jan. Ja. Vanuit de bar van Coronel Kart Racing in Huizen is dit de Autowereld Podcast. Met aan tafel autofan en autowereldeindbaas Karin van het Net. Presentator en coureur Tom Coronel. Presentator Andreas Pol. En autojournalist Werner Budding. Vol gas, alles over auto's. Nou, wat weer geweldig om hier te zijn. We hebben iemand die eigenlijk meer bijzonder is dan Werner Budding. Jan Lammers. Ja. Nee. Wat leuk. Nog bijzonder deur. Nee. Ja. Wat ontzettend leuk dat je bij ons wil aanschuiven. Wij vinden het een onwijze eer. Want wat heb jij niet gedaan? Ik ging eens googlen, want ik ken jou. We hebben ook wel eens in het verleden op andere manieren met elkaar samengewerkt in de media. Maar wat jij allemaal niet gereden hebt. Onwijs. Ja, dat is. Ik ben vroeg begonnen natuurlijk. Hè. Alhoewel dat ik ben op mijn 12e begonnen. Voor die tijd had ik helemaal niets met auto's. En tegenwoordig ben je op je 12e al een veteraan. Ja, het verschil is wel, op je 12e reed jij met auto's. Kijk, nu zitten ze in de kart of zitten ze op de computer. Okay. Ja. Maar eigenlijk net als met Tom, die is ook met auto's begonnen. Dus ja, dat is tot. Ik reed op mijn 16e mijn eerste race. En Max zat al in de Formule 1. Dus ja, want je bent best slotenmaker ben je begonnen, hè? Ja. Ja, Rob, eerst natuurlijk gewoon met die baan nat maken. Wij haalden dan de afgewerkte olie bij de plaatselijke garages op. En dat Jensen we in één keer de baan op en uitbezemen en water eroverheen. En dan ging je slip. Als je dat nu doet, ga je 3 weken de bak in, denk ik. Ja. Zo kort? Geweldig. Nee, dus maar Tom, jij hebt heel veel met Jan gewerkt. Ook gereden, hè? Volgens mij Le Mans ook zeker, gedaan. Zeker. Ten eerste ken ik Jan natuurlijk van dat ik zelf... Ja, Jan kent mij. Ik kende jou toen niet. Ik denk dat ik jou langer ken dan jij jezelf. Ja misschien ook wel. Komt hier een bekentenis? Jouw moeder kwam natuurlijk echt gewoon pal na de geboorte... kwam die natuurlijk op het circuit met jullie. Ja. En daar zaten de 2 babytjes die net... Die werden gewoon meegenomen overal naartoe. Tuurlijk. Overal mee naartoe. Dus wij waren overal bij. Ja, en Jan, die kwam natuurlijk. Mijn moeder heeft even een korte verhouding gehad met Rob. En toen kwam Jan bij ons altijd eten. En volgens mij mijn moeder zelfs nog wel je onderbroeken gewassen. Ja. Dat zou best kunnen. Ja. Dus eigenlijk zijn jullie meer familie. Zo voelt het wel een beetje. Ja, ik denk het voelt een beetje als... Het is zo'n racefamilie van gewoon een clubje mensen... die gewoon heel die heel veel aan elkaar kunnen relateren. Dus we weten zo'n beetje waar we allemaal vandaan komen. Ja. En weet ik dus ook hoe goed het nog met me gaat in de toekomst. Ja, Jan, hoe jij bent nu? 63. Nou, hier, tot mijn 63 kan ik nog racen. Dus ik ben er nog even bij. Minimaal. De laatste halve seconde ben ik wel kwijt, hoor. Dus. Vind ik niet erg. Mag wel. Jan, vertel eens... Jij bent sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Allereerste instantie, hoe ben jij aan die job gekomen? Hoe ben je daarin gerold? Bernard, die vroeg me dat eigenlijk. Hij heeft als eerste samen met zijn partner circuit toegeëigend overgenomen van Hans Ernst. Helaas vorig jaar overleden. Maar Bernard heeft dat circuit overgenomen. Ze had nog zelf een beetje vertraging in vanwege zijn eigen ziekte die hij toen had. Gelukkig overwonnen, afkloppen. Hij is die lobby ingezet van de Grand Prix. In het begin hield niemand dat voor mogelijk, ik zelf ook niet. Maar op een zeker moment, hij heeft toch die visie gehad en die daadkracht. Hij is bij Ecclestone nog begonnen. En langzaam maar zeker, ook de gemeenteraad in Zandvoort... die heeft zich bij die lobby gevoegd. En uiteindelijk allemaal geschiedenis. Er is heel veel gezegd in het verleden natuurlijk, in die aanloop. Maar het is nu een feit. Bernard, het is, als Bernard zijn mond open doet... dan wordt het vaak heel kritisch bekeken. Terwijl het zo indrukwekkend is wat hij allemaal doet. Dus hij wilde zelf niet op de voorgrond trainen. En daarnaast is de organisatie van de Grand Prix... is het gevolg van een drieluik. En dat is het circuit Zandvoort. Dan heb je TIG Sports, wel bekend van de KLM Open. En ook bijvoorbeeld...
Volvo Ocean hebben ze de finish gedaan en noem maar op. En ze werken echt op topniveau voor hele grote bedrijven in Nederland. En daarnaast hebben we Sport Vibes. En Sport Vibes doet heel veel muziekfestivals en evenementen en noem maar op. Zij doen ook bijvoorbeeld de Red Bull Knockout Race, de voormalige Veronica Strand Race. Dus zij zijn heel erg gewoon gespecialiseerd in het crowd management en noem maar op. Dus die drie partijen die hebben een fantastische synergie waarom het allemaal geweldig loopt op het moment. En als je die drie partijen hebt, heb je soms één gezicht nodig naar buiten om zeg maar het verhaal te doen. Maar het is toch heel logisch dat ze jou hebben gekozen, Jan? Jij bent de godvader van de Nederlandse autosport. Ja, maar dat ben je. Jij, nu begin je een beetje te lachen. En inwoner van Zandvoort. Dat is, woont in Zandvoort. Dat is de bescheidenheid van Jan. Je hebt het allerhoogst haalbare gedaan in de Nederlandse autosport. Je hebt overal heb je ingescoord. Dus hoe kan het anders zijn? Wie hadden ze anders hiervoor moeten kiezen dan? Ik noem hem altijd de Johan Cruijff van de autosport. Ja, hè? Maar dat is hij voor mij ook. Ja. Het is mijn leermeester. Het is mijn Le Mans leraar. Heb je ook Cruijffiaanse uitspraak? Nou, alleen maar. Jan? Alleen maar. Mamma mia. Daar kan Johan Cruijff nog een puntje aan zuigen. Ja. Weet ik nooit van tevoren. Ja, ik wel hoor. Dat doe ik even een hele mooie anekdote. Ja. We zitten op Le Mans. Ik zeg, Jan, budget. Ja. Hup, nieuwe banden erop. Ik zeg, Jan, maar nieuwe banden. Ja, maar dat is het probleem voor maandag. Is wel, is wel waar. Dat werd ook een probleem. Dus maar niet op zondag. Nee, dat was een van de leukste dingen. Dat als je de pitstraat uitreed op zaterdagochtend, dan wist je in ieder geval dat de banken en de belastingkantoor gesloten was. Dus dat was wel het leuke van die weekenden. Maar goed, daar heb ik me een hoop ellende mee op mijn nek gehaald. En ook toeleveranciers en mensen, banken en belastingdienst. Die hebben daarna toch wel heb ik het heel moeilijk mee gemaakt. Maar gelukkig, met een hoop support en geduld en begrip van veel mensen om me heen, ben ik daar toch. Maar misschien is dat nu ook meteen afgekomen. Weer de leerschool voor het hele proces rondom de Dutch Grand Prix. Dat ze jou niet zo snel gek maken. Misschien dat. Nou, nee, maar dat is die functie heb ik helemaal niet. Sportief directeur, ik zeg het altijd maar, dat kan je worden zonder dat je je school afmaakt. Maar ik ga vinken gewoon uitspraken. Dat bedoel ik. De echte directeur van het circuit Zandvoort en van de Dutch Grand Prix, Robert van Overdijk, dat is de man die samen met zijn team en die achterban van TIG Sport en Sport Vibes gewoon enorm veel klussen moet klaren. We hebben het heel makkelijk over van nou een vergunning, weet je wel, of je wel of niet een vergunning krijgt. Maar als je ziet wat voor studie je alleen al moet doen. Maar die voorbereiding is beter geweest dan iedereen had verwacht. Want iedereen had toch wel meer, obstakels verwacht. Het is in één mooie flow is die doorgegaan. Had jij vooraf verwacht dat het zo groot zou zijn als wat er nu allemaal aan de hand is? Tot aan de Tweede Kamer wordt besproken. Van klein tot groot. Evenementen, dat het zo enorm dat wordt. Dat het uitverkocht zou zijn, ja. Alle dagen. Dat wel. Ik had echt wel gedacht dat wordt 3 dagen uitverkocht. Dat is gewoon de simpele perceptie die ik altijd wel gehad heb. Maar als je nu ziet hoe ongelooflijk veel ervoor nodig is om het te organiseren en ook goed te organiseren. Het hele management van natuurlijk het hele mobiliteitsplan. Hè, perceptie en werkelijkheid. Hè. Een heleboel mensen hebben gewoon de perceptie en dan een heleboel aannames. Hè. Men begint gelijk over, ja, maar hoe gaan jullie het met verkeer doen? Dat is de perceptie. He, wat mensen vergeten, vaak genoeg gezegd, als het 30 graden is, hebben we 100.000 man op het strand. Nou, die zijn ook 's avonds weer thuis, ja. Soms voor donker. Daarnaast heb je de feitelijkheid. De feitelijkheid is dat er waarschijnlijk geen Grand Prix circuit ter wereld is waar de trein tot 1 kilometer van de hoofdingang komt. Het is precies 13 minuten lopen. Mm-hmm. Dus je doorloopt 10 minuten. En dan ben je bij de hoofdingang. Hè. Ga eens naar Monza en je open daar parkeren. Nou, voordat je bij je tribune plaatst, ben je gewoon een uur midden in het park even vergeten. Ja. Nee, dus er zijn een hoop feitelijke dingen die gewoon heel sterk zijn voor wat ik hoor jou wel eens zeggen, Tom, dat het eigenlijk op Zandvoort zometeen beter geregeld is als bijvoorbeeld Monaco. Ja, maar dat zie ik overal. Internationaal. Je ziet het al waar Jan over praat. De voorbereiding, de professionaliteit, hoe zoiets wordt opgepakt. Ja, ze willen ook wel direct in Nederland laten zien, jongens. Wauw, kijk eens eventjes hoe wij dat aanpakken. En dat zie je ook, dat de organisatie, en heb ik het over de Formule 1-organisatie, ook direct het geloof had. Maar dat heeft ook met de stijl van presenteren, de voorbereidingen, allemaal te maken. Ja, dat is gewoon high-end. En dat maakt dit gewoon zo direct tot
Het grootste event in Nederland. Heel veel Nederlanders hebben geen referentiekader. Hè. Die willen al jarenlang naar de Formule 1. En die willen dan nu naar de Grand Prix van Zandvoort. En die kijken alleen maar naar hoe het verkeer geregeld is. Nou, ik ben in Barcelona geweest, Hongarije. Je bent gewoon 1,5 uur onderweg met bussen, treinen, lopend. Je bent 3 kwartier aan het lopen. Ja, je doet dat lekker met z'n allen. Het is hartstikke gezellig, hoor. Ja. Ik bedoel, je bent met allemaal fans onder elkaar. Ja. Nou, en een beetje afkomstig van een Engelse spreekwoord. Maar er zijn ook een heleboel mensen die nemen het meisje niet... Wat is het niet, Engelse spreekwoord? You don't bring the lady to the dance. Dus een heleboel mensen die brengen zelf het meisje niet mee naar de dansvloer. Maar als jij een mooi meisje bij je hebt, zeggen ze bedankt voor het brengen. En dan kun je weer gaan. En dat heb je dus nu ook. Hè, dat nu die Grand Prix er is. En dat gaat allemaal gebeuren. Iedereen vindt er wat van. En veel mensen vinden ook weer iets van wat mensen ervan vinden. En gaan zo maar door. Dat is natuurlijk, en dan gaat het een eigen leven leiden. En ik denk dat jullie qua media, en daar geloof ik dat jouw rol ontzettend goed in is geweest. Dat heb je heel goed kunnen doseren, kunnen uitleggen. En uiteindelijk is alles gewoon... wat jullie hadden van tevoren ook allemaal goed geregeld, is het gewoon op orde. Ja. Nu is mijn vraag. Ja. Ik zag van de week een video van Tom, die liep op Zandvoort. Ik zag allemaal nog hopen sneeuw, wou ik zeggen, hopen zand. En van het weekend zag ik wat geasfalteerd. Mochten mensen zelf al wat rijden. Kun je ons nu de laatste status geven? Even voor jou. Als we nu starten op het circuit, hè? Hoe ziet het circuit er dan uit? Kun je daar iets over uitleggen? Nou, je zou er eigenlijk al een race kunnen houden. Alleen dan moet je je voorstellen dat je dat op een ondergrond doet die in de grondverf staat. He, dus de basis, het asfalt ligt er al. Alleen op sommige momenten zitten nog plekken die moeten opnieuw aangepakt worden, noem maar op. Dus de contouren liggen er al, het asfalt ligt er al. Alleen er moeten nog lagen overheen voordat het helemaal af is. Ik denk met een week of 3 dat de eerste race verreden kan worden. Dan daarnaast heb je natuurlijk gewoon alle faciliteiten eromheen. Bijvoorbeeld de tribuneplaatsen. Er moeten 90.000 plaatsen bijgezet worden. Dus in totaal met ook de organisatie mee moet je voorstellen dat op vrijdag, zaterdag en zondag hebben wij 2 keer een volle arena in huis. Dus dat is nogal wat. Dus het is ook het grootste sportevenement in de geschiedenis. Niet van de autosport, maar gewoon in de Nederlandse sportgeschiedenis. Dus dat is waanzinnig. En wat ik net eventjes bedoelde met sommige mensen die dit meisje niet naar de dansvloer brengen. Dat is dus iets, dat vind ik zo'n staaltje ondernemerschap. Want natuurlijk, het circuit stond heel lang te koop. Tom weet het als geen ander. Een heleboel vrienden en kennissen van ons die in de quote staan, hebben het circuit aangeboden gekregen. Hebben er allemaal van gezegd van ik zie er niks in. Hebben er vanaf afgezien. Bernard heeft zijn partners ook weten te overtuigen van het circuit toe-eigenen. Daarna dus de lobby voor de Grand Prix, via Ecclestone begonnen, enzovoort, enzovoort. Maar dan komt dat moment. Dan is de principeovereenkomst is daar. Dan heb je een halfjaartje de tijd om je financiering voor te bereiden. Zeg maar even onder voorbehoud, financiering hadden ze al getekend. Maar dan moet je in één keer, heb je dat moment dat je gewoon je handtekening moet zetten voor gewoon inmiddels 140, 150 miljoen over die periode. Even slikken, hoor. En dan staan ze niet in rijen van 3 opgesteld. Heel eerlijk, valt me nog mee. Nou ja, goed, hoe dan ook. Je moet het wel hebben. Je moet wel de bankgarantie hebben. Ik zat aan een miljard of zo te denken. Nou, daar zou ik niet te lang aan denken. Nee, dacht ik. Nee, maar goed, ik denk dat op het moment dat je echt die handtekening moet zetten voor die commitment, dan is dat niet alleen een enorme financiële commitment, maar je haalt ook een enorme workload op je, want dan moet je het nog gaan organiseren. En letterlijk organiseren. Je moet gewoon zorgen dat alles gewoon voldoet aan de voorwaarden, aan de eisen en aan de regels, de wetten ook. Milieuwetten ook. Dus overal moet je aan voldoen. En dan moet je ook nog zien wat geld over te houden. Want Tom en ik die hebben denk ik wel in het gemeen dat we alle twee heel erg gepassioneerd zijn. All-in gaan dus. Ja, precies. Ja, maar met andere woorden, heel veel dingen ook. Nou ja, wij zijn autosport verslaafd. Ik bedoel, laten we even heel eerlijk zijn. Wij verdienen niks aan autosport. We regelen het en we kunnen racen. En daar hebben we een big smile op ons gezicht. En op maandag, die hebben we dan nog steeds. En dat is uiteindelijk waarom, naar mijn idee, wij nog steeds in autosport zitten. Ja, want Max is ook wel een hele belangrijke factor in. IJzersmeden als het heet is. Denk je niet de belangrijkste factor in deze? Absoluut de allerbelangrijkste. Maar dat is, ik bedoel, je moet ook in die flow, moet je mee. Ik bedoel, als iets hij is nog jong, je kan nog jaren door met hem. Ja, ze hebben sowieso voor 3 jaar getekend, zeg ik dat goed, Jan? Ja, 3 met een optie voor 2. Maar uiteindelijk is de doelstelling natuurlijk om het gewoon een permanente plaats op de agenda te laten zijn. Maar op dit moment
weekend wordt er natuurlijk heel hard gewerkt om te zorgen dat een Grand Prix ook Max-bestendig is. Dat als Max ooit niet meer rijdt, dat er dan eventueel nog een voedingsbodem is om een Grand Prix te organiseren. Want over 10 jaar dus pas. Want ik bedoel, de aankomende 10 jaar race die 100%. Maar daarnaast moet je ook natuurlijk met dit soort investeringen moet je ook kijken dat stel dat er straks geen Grand Prix meer is, is het circuit dan ook nog te exploiteren. Want dat is dus precies mijn vraag. Want ik hoor dan, 3 dagen per jaar wordt daar Formule 1 echt gehouden. Ja. Voor de rest van het jaar zijn er hobbyisten zoals ik een beetje bezig. Dat circuit is aangepakt om de Formule 1 toffer te maken, spannender te maken. Mooie inhaalacties net voor de Tarzanbocht, et cetera, et cetera. Hoe is dat nu voor zeg maar, de hobbyisten en andere raceklasses die daar zijn? Is dat circuit? Ja, dat is nog boeiender. Ja? Die krijgen gewoon eigenlijk een cadeautje. Want dat is eigenlijk ook, moet ik zeggen, wel het opwindende op dit moment. Dat je beseft nu, en dat is wat een persoonlijke ervaring die ik de laatste paar weken heb, is dat je in één keer beseft van ja, die Grand Prix is natuurlijk allemaal fantastisch en noem maar op. Maar op de maandag na de Grand Prix ligt er gewoon een van de mooiste circuits ter wereld. En dat is ook feitelijk aantoonbaar met die hele bijzondere kombochten. Ja. Dat is geweldig. Maar dat ook met €0 op subsidie gedaan is. Hè, dat vind ik ook zoiets, daar mogen we gewoon heel erg trots op zijn. Want als je kijkt naar alle buitenlandse Grand Prix's, vooropgesteld dat ze überhaupt iets verdienen. Maar als ze geld verdienen, kan dat alleen maar door staatssteun. Er is 1 Grand Prix, de Red Bull Ring in Oostenrijk, die hebben geen staatssteun. Maar als je dan ziet dat wij dat zonder overheidssteun voor elkaar hebben gekregen, en er zijn bijvoorbeeld prachtige locaties zoals Silverstone. Nou, daar is zo ongelooflijk veel geld, maar overheidsgeld ingegaan. En dat is bijna ook dan niet meer te exploiteren. En dat is dus wel heel erg belangrijk. Want degene die een jaartje geleden op Zandvoort zouden komen, die zouden denken van jongen, dit mag wel een likkie verf hebben. Ja. Maar wat ze vergeten is dat de jaarrekening, die zag er glanzend uit. Dus het circuit is gewoon de afgelopen 20 jaar... gewoon een hele goede winstgevende business geweest. Dus wat dat betreft, prima. Wachtend ook op zo'n moment als dit eigenlijk? Nou ja, ik wel bijvoorbeeld weet, is dat nu probeer ze een circuitdag te boeken. Alles is vol. Het is nu zo hot. Het woord Zandvoort, het circuit Zandvoort. Iedereen wil eraan proeven ruiken. Mm-hmm. Dat is uitverkocht. Ja. De eerste race die verreden wordt, dat is de laatste, wat is die? Begin maart. Ja. Hoeveel maart is dat ook weer? Ja, ik weet dacht niet 4 of 5 maart. Ja. Ik ben door 3 mensen gebeld. Die hebben gevraagd, Tom, zou je alsjeblieft met me willen meerijden? Puur en alleen als ze willen allemaal de eerste zijn die daar gaat racen, om die ervaring op te doen. Ja. En dat zie je ook aan de bedrijven. De bedrijven zijn nu volop aan het boeken. De scholen die er allemaal staan, de Rensportschool Zandvoort, Blekemolen, dat soort jongens. Zo belangrijk, hè? Want er is natuurlijk nu, er gaat heel veel geld in. Nou, er wordt ook veel kaartjes verkocht, allemaal fantastisch. Dus je zou nu korte termijn kunnen zeggen van nou, het ziet er lucratief uit. Maar het is vaak natuurlijk je tweede en je derde jaar. Als je 2 keer je ogen met je ogen knippert, ben je €100.000 kwijt. Mm. Met allerlei gewoon voorzieningen die je hier en daar moet nemen. Hoe staat de vlag ervoor? Over 2 of 3 jaar moeten er dan aanpassingen zijn. Ja. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Is de baan ook makkelijker of moeilijker geworden? Veiliger, onveiliger? Ook voor dus al die andere raceklasses die er rijden? Ja, zonder meer veiliger. Dat kan ik in één adem zeggen. Nou, gewoon omdat alle grindbakken zijn de complete. Nu zie je een grindbak. En vroeger was dat een grindbak. Wat mensen niet gezien hebben, is dat die grindbakken volledig leeggehaald zijn. En gewoon met nieuw grind gevuld zijn, volgens de voorschriften. Mm-hmm. Uitloopstroken. Ja, uitloopstroken zijn er gekomen. Dus bij de Tarzanbocht, maar wat voor ander grind is dat dan? Ja, ik heb daar geen verstand van. Ja, nou goed, daar hoef geen grinddiscussie van te maken. Maar in ieder geval, via goedgekeurd grind. Grind is om je tegen te houden, Je mag niet te ver wegzakken, want dan ga je rollen, allemaal dat soort dingen. En daar is een studie op losgelaten. Ja, wat heel belangrijk is het zachter materiaal of zo? Weet ik, of juist grote harder? Kiezels, geen durf ik niet zeggen. Kan allemaal. Ik race er heel hard langs. We doen een aparte grindpodcast meer. Ik vind het goed, Jan. Met Kees van de Grind ook meteen erbij. Ik denk dat wat denk ik ook wel leuk is om even te vertellen, is dat de persoonlijke signatuur van Bernard is ook wel dat het circuit onvergevelijk moet zijn. Hè? Bernard die is zelf wel een keer Europees Tourwagenkampioen GT4 geweest. Dus die heeft ook wel enig recht van spreken. Maar die werd een beetje mis van die sessies, dat je een
kwalificatiesessie. En dan waren er 20 tijden afgepakt, omdat ze gewoon de tracklimits overschrijden. Ja. Ja. Dus ze rijden over een stukje schuurpapier heen, over het lijntje en dan weer terug. En dan ben je af. Nou, daar werd hij helemaal niet goed van. Dus hij was een van de grote voorstanders om te zeggen van, nou, ik wil gewoon een authentiek circuit. Dat als je een fout maakt, dat je dan gewoon afgestraft van de baan bent. Ja. Kijk naar Monaco. Uh-huh. Daar word je ook gelijk afgestraft. En hier is het dan weliswaar grind of anderszins. Maar dus dat is wel mooi. Dat het is hier een circuit waar je niet hoeft te zeggen van, nou, track limits overschreden, want dat zie je vanzelf dan wel. Oké, dus heb jij je antwoord? Ja, ik heb alleen nog één vraagje. Ja. Want toen bekend werd dat de Grand Prix naar Zandvoort kwam, toen was ook al vrij snel de aanpassingen van de baan kwamen toen ook in het nieuws. Dus het hele plan dat het circuit aangepast zou worden en op welke manier, dat was al lang bekend. Kan je daar een beetje iets over zeggen, hoe lang eigenlijk dat hele plan en de hele baan al bekend was? Nou ja, dat is natuurlijk ook een onderdeel van je exploitatiebegroting. Dus al die plannen die liggen natuurlijk in concept al klaar om een inschatting te maken. Wat gaat het ongeveer kosten? En hoeveel tijd? Het is niet alleen hoeveel geld ermee gemoeid is, maar je moet ook een goede inschatting qua tijd hebben. En dat vereist natuurlijk gigantisch veel overleg. Volker Wessels is een van onze mooie partners. En voor Volker Wessels is dit nu gewoon een flagstore geworden. Ja. Waar zij gewoon voor honderden miljoenen mensen over de hele wereld kunnen laten zien wat ze neergezet hebben. Ja, in een hele korte periode. Ja, 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 ja. Een nieuwe tunnel bij de Tarzanbocht. Een nieuwe tunnel bij de Arie Luijendijkbocht. Vergeet niet de kombochten die er nu zijn. De Hugenots en het Bosuit. Jongens, het is, als je daar rondloopt, het is een snoepwinkel voor iedereen. Ik heb al begrepen dat die Chinezen inmiddels naar Zandvoort kijken. Van, oh, zo kan je ook snel bouwen. Die Chinezen hoop ik dat ze voorlopig niet deze kant op komen. Lekker blijven. De carousel. Ja, wat ik net al even zei, Jan, is er verschil tussen de fitheid van een coureur van nu en die van toen? En ik denk dat ik dat aan jullie allebei kan vragen, want Tom, jij race nog heel veel. Ik weet dat je ook veel in de sportschool zit. Ik weet ook dat je soms onwijs aan de lijn doet. Dan loopt hij hier met allemaal sapjes onder. Dan denk ik, oké, het is weer zover. Ja. Ik weet niet, hoe zit dat bij Jan? Het weekend voor de boek. Gaat er weer eentje heb komen. Heb jij dat ook, Jan, of niet? Of heb je dat gehad? Het is heel manisch. Ik heb een periode gehad van alles. Van tennis tot motocross tot van alles. En dan is het gewoon, dan praat ik nergens anders over. Dan doe ik ook niks anders. Hardlopen heb ik ook een jaartje of 4, 5 heel intensief gedaan. En de Marathon New York een paar keer gelopen. Dus bij mij is het heel manisch. Maar merk je dat dan ook meteen in de auto? Niet noodzakelijk. Dat deel, dus gewoon, ik ben mijn leven lang redelijk fit geweest, dus dat is wel fijn. Maar altijd wel aan sport gedaan. Maar ik denk dat ik er vroeger harder aan werkte. De jonge generatie die denkt van, ja, maar toen had je toch niet die G-krachten en noem maar op. Nou, wij hadden toen die skirts die over het asfalt sleepten, letterlijk. Dus wij hadden toen ook te maken met 4, 5 G. En we hadden geen stuurbekrachtiging. We hadden gewoon gaspedaal met een hele zware veer. Ja, schakelen met het handje van stuur af. Stalen remmen, koppeling gewoon normaal aan het stuur. Schakelen inderdaad gewoon met een H-patroon. Dat schakelen dus eigenlijk was het sporten voor jullie misschien wel belangrijker. Veel Spartaanse. Ja, nou ja, de auto's van momenteel, de raceauto's van momenteel, zijn makkelijker te bereiden dan de auto's van vroeger. Kijk, ze zijn wel ietsje sneller, maar ja, dat is logisch. Weet je, dat is gewoon de techniek die dat doet. Maar uiteindelijk de fysiek. Ik bedoel, vroeger zag je een mensel, die moest uit zijn auto getrokken worden. Die kon niet eens meer lopen. Piquet. Tegenwoordig, ze stappen helemaal droog uit. Nou, mijn vraag is, zeggen ze, wat zijn ze fit? Als jij bijvoorbeeld 2 maanden niet zou trainen, want ik weet dat jij echt wel veel traint. Ja. Heb je daar direct last van? En zo ja, wat voel je dan? Schuldgevoel. Ja, oké. Maar dat is dus wat je hebt. Weet je wat het is? Dan denk je, damn it, ik heb er niet alles aan gedaan. Het is dat allerlaatste 1/10 van het procentje dat je geconcentreerd wil zijn, dat je je fit wil voelen en dat je er alles voor moet doen. En ik vind ook voor je sponsors, voor alle mensen omheen, moet je ook laten zien dat je all-in gaat. Ja. En dat is het heftigste. En natuurlijk, ja, ik bedoel, je kan niet dichtslippen. Je kan niet groot en dik zijn. En wij mogen ook niet gespierd zijn, maar we moeten snelheid hebben. Je moet snel kunnen reageren. Maar als ik een dikke coureur heb met jarenlange raceervaring. Nee, gaat maar ten opzichte van een jonge gast met die super fit is, maar niet heel veel raceervaring. Nou, de een klimt en de ander daalt. Nou, gedurende een aantal jaren, maar in één race. Ik denk dat de feitelijkheid is dat ze tegenwoordig fitter zijn.
Ja. Maar dat het vroeger fysieker zwaarder was. Ja. Alleen het is nu structureel, het is nu meer een trend... dat al die rijders zijn gewoon van Olympische fitness. Mm-hmm. Dus ze zijn allemaal topatleten, maar dat is meer een trend gewoon. Hè. Je hebt allemaal gelijk een persoonlijke trainer, je hebt een diëtist... en je hebt gewoon, kijk even naar onszelf in onze dagelijkse voeding. Er is zoveel meer informatie beschikbaar, niet alleen op het pakje... maar gewoon ook, hè, dus qua trainen, qua begeleiding op alle gebieden. Je hebt tegenwoordig, als je naar de kartbaan gaat... He, dan heb je gewoon de vader, de moeder. Dan heb je de mental coach. Dan heb je de kartcoach. Dat wil ik zeggen, ja. En de bodyguard. Ja, 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 vaak ja. Wat vinden jullie daarvan, dus de mental coach? Is dat noodzakelijk? Nee, ik vind het serieus overdreven. Maar dat is hoe ik erover kijk. Dus jij hebt erin nodig dus? Ja, zeker. Ja. Nee, maar het ligt eraan. Hoe ver gaat het? Kijk, weet je, het heeft ook met het kopje van de poppetjes zelf tegenwoordig te maken. Weet je? Ze worden helemaal hoe noem je het? Geïndoctrineerd. Ja, geïndoctrineerd. Ik heb wel gemerkt dat je kunt het niet generaliseren. Want normaal gesproken zou ik absoluut hetzelfde als Tom reageren. Van ja, en mental coach, dat is juist die uitdaging. En dat is juist de kunst. Maar ik zie toch op de kartbaan, dan heeft een rijder een zogenaamde mental coach. En dan zie je gewoon daar ook gewoon mensen die daar heel luchtig in staan. Die zijn er gewoon bij op standby. En die hebben een hele goede invloed op zo'n rijder. En dan zie je ook zo'n rijder goed presteren. En dan denk je van nou, dat alleen al omdat je ze mental coach noemt... hebben ze vaak dat stigma van ja, wat moet die dan nou? Zo'n zielenknijper. Dus soms beoordeel je het te snel. Maar ik denk als je er 10 hebt... dan zullen er 1 of 2 zijn waarvan je denkt... van dat zijn goede mensen. Ja, weet je? Dus dat, ja eens. Nou, en het is en natuurlijk nu met Formule 1... is dat natuurlijk de holy grail waar iedereen nu naar kijkt. Alles is meer open gegooid in de media dan onder Bernie Ecclestone. Dus we weten ook veel meer eigenlijk van die coureurs, precies, heb ik het ook het idee. Komt dat door die film? Nou, ook. Het social media, beetje alles. Je ziet meer van de achtergrond dan alleen de prestatie van de rijder. Maar dat bedoel ik ook meer, dat we nu ook zien, inderdaad, al die personal trainers zien. We zien inderdaad die mental coaches. Ik weet nog, Keke Rosberg, die gewoon met whisky en peuken door de pitstraat liep, weet je wel. Maar en daar was hij niet eens heel erg anders in dan de rest. Anderen. Nou, weet je, wat je tegenwoordig wel hebt, is dat door de komst van de social media, de competitie zorgt altijd voor groei. Hè? Gewoon, dus als je dingen in competitieverband gaat doen, dan gaat de hele ontwikkeling van waar je ook competitie in levert omhoog. En het grappige is dat ik heb ooit een keer een ervaring gehad in Zolder. Ik had bij de start, ik lag 6e geloof ik. Voor mij lag Jody Scheckter. Die was net wereldkampioen het jaar daarvoor. Achter mij Gilles Villeneuve. En ik reed naar Scheckter toe en bij Villeneuve vandaan. Dat ging allemaal fantastisch. Maar toen kreeg ik problemen met mijn versnellingsbak. Hij sprong er steeds uit. En kortom, dat werd steeds erger. Dus op het laatst moest ik met 1 hand rijden. Met mijn andere hand moest ik hem in zijn versnelling houden. Ja. Dus ik had al moeite om dat tempo vast te houden. Maar goed, ik lag gewoon op een... Niemand die dat kon zien natuurlijk. Precies, op tv. Dat gaat allemaal niet. Nee. Want radiocommunicatie was er natuurlijk niet. Maar dus dat ging op zich heel erg goed. En op een gegeven moment, hij sprong er steeds vaker uit. Dus ja, ik val een paar plaatsen terug. En op een gegeven moment gaat mijn versnellingsbak stuk. Nou, dus ik stap enigszins narig naderhand uit. En er komen gelijk 2 journalisten naar me toe. Van een redelijk grote krant. En die vragen aan mij van wat was er nou? Wat was er nou? Ik zeg nou, dus ik vertel het verhaal. Van hij sprong uit zijn versnelling en blablabla. Bla, bla. Dus ja, jammer. Volgende dag staat er in de krant van Lammers klaagde over versnellingsbakproblemen. Ik denk, ja, weet je, dat is... Ik denk dat ik weet welke krant dit was trouwens. Ja, dat is niet zo belangrijk op dit moment. Waar het om gaat is dat je zegt iets... en dan zie je hoe dat de volgende dag vertaald wordt. Ja. Tegenwoordig is dat zo, dat als je dat in de huidige media vertelt... En men vertaalt dat op zo'n onverschillige manier, zeg maar even... Kun je het heel snel rechtzetten. Dan kun je dat zelf rechtzetten. Ja. Dus de competitie van de sociale media naar de algemene media... dat zorgt er gewoon voor dat totale media... wel van een hogere kwaliteit is. Ja, iedereen vecht ook om het juiste feitje boven tafel te hebben. En ook de fans zelf, die corrigeren dat persoonlijk ook natuurlijk heel direct schakelen met je fans. Dus dat is ook iets anders. In plaats van dat je het via, dan verwatert iets natuurlijk. Maar om dat weer terug te doen op het mentale vlak, dat is ook weer meteen het probleem. Dat inderdaad, als een mening geldt, dan jij ziet het ook allemaal op je mobieltje langskomen. Ja, maar je kan wel direct reageren. Ja, dat is als je wilt. Ik weet dat recent heeft Tom een aantal posts gedeeld... dat hij de Honda i aan het testen was. Ja. Nou,
elektrisch, ja, past eigenlijk zo 1, 2, 3 niet bij Tom. Althans, dat zie je niet bij Tom. Maar ik wel een Honda. Verbaasd, ja, dat hoor je wel. Maar ik heb mij verbaasd over de post. Omdat ik dacht, dit kan Tommy niet zijn. Nee, nou, dat kan ik mij voorstellen. Maar dat dacht ik zelf ook. Ik denk, jeetje, ik moet in een elektrische auto gaan zitten. Maar op het moment dat je ermee rijdt, op het moment dat je de hele beleving voelt van dit ongelooflijke, gave, stoere, hippe autootje. Ja, dan heb je echt zoiets. Damn. Weet je, ik had vroeger een Smart had ik erbij als tweede auto. Gewoon voor de fun. Nou, dat zou ik bijna zeggen. Dat is dit ook. Dit is gewoon een concurrent van de elektrische Mini die gaat komen. Het is het hele dashboard. Ja, ik sla nu door. Je hoort het. Ik vind het hele dashboard. Het is net of ik gewoon een curved scherm in mijn hele dashboard heb zitten. Het accelereert als een Jacco. Want elektrisch was natuurlijk überhaupt helemaal los trossels. Achterwiel aangedreven. Nou, normaal zijn die dingen voorwiel aangedreven. Dus heel licht op de voorwiel. Was. Mega stuurhoek. Nou, ik werd gek in dat ding. Ik werd steeds speelser. Jan, die begint ook heel raar te kijken. Ja. Ik had zijspiegels aan de binnenkant. Nee, maar dat is het dus. Deze auto moet je beleven. Moet je een keer mee gereden hebben. En als je erin hebt gereden, dan wil je er gewoon even. Zullen we even luisteren? En is ook natuurlijk een heel objectief verhaal, hè? Ja, heel erg. Niet zo kleine sponsoring met Honda. We gaan heel even luisteren. Ja, dan word ik hier wakker in een veel te mooi hotel. Ja, dan loop ik naar buiten toe en daar staat hij dan. Hij is klein, hij is retro. Je zou denken dat het een conceptcar is. Ik mis ook een paar dingen, zoals buitenspiegels. Ik zie geen antenne erop zitten. Maar hij heeft wel ontzettend aantrekkingskracht op het hele idee wat ik heb bij iets nieuws, bij iets anders willen hebben dan wat je al kent. Als ik naar de auto toe loop, dan herkent hij mij, doordat ik de sleutel in mijn zak heb zitten. Dan komt de handgreep zo aan de zijkant eruit. En als ik dan instap, dan heb ik niets anders dan schermen. Ja? iPads, allemaal verwerkt in het dashboard. Nou, dan moet ik er natuurlijk meteen mee gaan spelen. Dan zie ik ook dat ik ze van links naar rechts kan ik ze swipen. Ik kan ze veranderen. En dan zie ik, als ik er binnenin ga zitten, waarom er nou geen buitenspiegels op zitten. En dat is allemaal doordat er gewoon in de hoeken de camera's mij projecteren naar achteren. En zo heb ik perfect beeld. En dan kijk ik ook naar de binnenspiegel. De binnenspiegel is hetzelfde. Dat is een LCD-scherm met ook een camera naar achteren toe. En als ik dan zo zit, dan denk ik, ja, dit geeft me echt wel het huiskamer-idee. En dat komt allemaal doordat de stof die ze gebruikt hebben hetzelfde stof is als op je bankstel thuis. Ja, toch ook wel een beetje de retro look, zoals ik het merk ook ken. Want ik herken wel een paar, ja, zoals het stuur, hè, het logo zo in het midden. Dan denk ik, oh ja. En als ik dan ook weer uitstap, want dat doe ik dan nu wel weer eventjes, dan loop ik eromheen. Dan zie ik de velgen die me natuurlijk direct aantrekken met die two-tone idee. Dan vind ik de achterkant, ja, toch ook wel, als ik naar de lampen kijk, wat zijn van die ronde dingen. Leuk ook hoe dat verwerkt zit. LED uiteraard. En dan zeg ik, ja, een klein autootje. Dan kom ik achter, dan doe ik ook de achterdeur eventjes open. Nou, slim gedaan. Hele kleine deuren. Heeft natuurlijk allemaal te maken met ruimte. Als je de auto parkeert, kan je heel makkelijk erin, maar ook gewoon genoeg ruimte achterin. Ja, dan blijf ik er toch een beetje omheen lopen en dan zeg ik, ja, dit is wel gaaf. Dan wil ik aan de voorkant toch eens even kijken wat daar onder in het midden zit. Want op de motorkap zit een zwarte ruimte en dat is natuurlijk die ruimte, inderdaad, voor deze volledige elektrische auto van dit merk, wat natuurlijk al heel bekend is met zijn hybride modellen. Maar de eerste volledige elektrische auto. En ja, jongens, waar heb ik het dan over? Inderdaad, jullie moeten dit zien bij RTL Autowereld op YouTube. De Honda i. Ja, ik ga er dan toch weer eventjes in zitten. Ja, en dan zie je hoe duidelijk en makkelijk het is. Ja? Je kan zelfs met één pedaal kan je deze auto bedienen. En hoe retro dit is en hoe gaaf dit gaat worden, is dit dan de auto van de toekomst? Ik denk het wel. Dit was de podcast. Willen jullie er meer van zien? Ga naar ons YouTube-kanaal en check Honda i, RTL Autowereld. Echt flabbergasted voor
Inderdaad, de gadget freak, zoals ik. Wat een gaaf ding. Had je dit nou vooraf gedacht, Tom, dat die zo zou zijn? Nee, absoluut niet. En daarom moet je het ook gewoon zelf beleven. Want dan ben je gewoon net zo enthousiast als ik. Ja, ik denk dat we toch wel wat veel in Nederland gaan zien. Want Nederland heeft natuurlijk wel de beste papieren voor elektrisch rijden. Absoluut. Ja, of Noorwegen. Ja. Andreas, jij had heel veel, of hebt heel veel met dit onderwerp, hè, wat nu komt. Nou, eigenlijk niet zo, maar nee, het gaat, weet je, de wintersportperiode zit er ook om aan te komen. Ook als je op reis gaat. Als je in mijn auto kijkt, dat weten inmiddels de luisteraars ook. Ik heb een Mazda MX-5, daar zit niks in, want het is een licht autootje. Ik heb geen rommel in mijn auto. Maar soms is rommel in je auto toch verplicht. En ik noem het rommel, maar het zijn ook een beetje de, ja, noem het onder mom van veiligheid. Geen idee. Maar ik zal eens even een testje bij Tommy doen. Ja. Heel kort. Wat heb ik nodig als ik in België met een auto rijd? Wat heb ik verplicht in mijn auto nodig? Wauw. Jan, weet jij het? Ik was blij dat je het aan Tom had. Kom maar door, hoor. Nee, joh, wat heb je nodig? Een verbanddoos. Ja, maar dat zit er toch standaard in? Nee, waarom? Oh. Nee, ja. Heb jij die in je auto Volgens mij ligt die achterin. Gevaren driehoek. Ja, oké. Okay. Een hesje. Veiligheidshesje, heel goed. Ja. En een brandblusser. Een brandblusser? Ja. Maar die Belgen zijn gek. Ik dacht... Dat hebben wij toch niet? Nee, hebben wij niet. Dus ik mag niet door België rijden? Nou, dit is ook weer zo'n ding. En dat is ook even goed om te benadrukken. Eigenlijk, als jij in het buitenland rijdt met jouw auto... dan gelden in de EU de regels van de auto... van het kenteken eigenlijk, waarop het geregistreerd is. Juist, oh, oké. Alleen weten niet, er zijn uitzonderingen op die regel. Alleen weet ook niet alle politie, als jij in Tsjechië of zo bent, van ja, in Nederland heb ik dat niet nodig. Dan zeggen ze, nee, dat is heel leuk, maar hier wel. Ja. Dus mag ik even een boete uitschrijven? Dus eigenlijk, als je naar het buitenland gaat, kijk even op de ANWB. Ja, want weet je, ik denk, ik ga dit eventjes allemaal netjes uitzoeken. Maar dit wordt een lijst van hier tot Tokio. Dus moeten we niet willen. ANWB.nl is de beste manier om even uit te zoeken. Maar wel belangrijk ook. Als het gaat om winterbanden en sneeuwkettingen en zo. Ook, weet je wel, in Duitsland. Allemaal onder wintersomstandigheden moet je winterbanden hebben. Dat soort dingen. Super omslachtig. Maar ook profieldieptes en zo zijn ook allemaal heel belangrijk. Dus echt, als je gaat, bijvoorbeeld Oostenrijk, moet je gewoon minimaal 4 millimeter profieldiepte hebben. Anders zeggen ze dat het een zomerband is. Ja, krijg je behoorlijke boetes. Nee, dus weet je... Wij hebben er nooit profiel op. Wij rijden het eraf. Nee, maar daarom. Weet je, wij weten dat ook. Hè, voor onze winterspecial gaan we altijd naar Oostenrijk. We letten er altijd op. We leggen het altijd maar uit. Maar heel eerlijk, ik zou je zeggen... Volgens mij zo hier, als wij alle 4 staan... doen wij daar niet echt aan die regels, toch? Nee. In welk land heb je een alcoholtester nodig in je auto? In elk land. Nee, Rusland. Nou, voor Karin wel. Rusland. Zweden waarschijnlijk. Rusland. Jongens, Frankrijk. Gewoon helemaal echt op de hoek. Je hebt zelfs 2 alcoholtesters in je auto nodig. Oh, weet nou, je, allemaal dat soort dingen. We weten het niet, omdat we denken, ja, we hebben het niet nodig. Ik ga even op de site kijken. ANWB.nl, echt een aanradertje. En wat wil jij weten? Ja, en dan hebben wij de vragen van onze luisteraars. En als jij vragen instuurt, en dat kan via contactformulier op rtoautowereld.nl of volg ons op Instagram of Facebook, dan komen we die vragen ook wel tegen. Als je dat doet, dan kun je kaartjes winnen voor Coronel Kart Racing. En een vraag die via Instagram binnen is gekomen van Niels 1937. Lijkt me niet zijn geboortejaar, maar... Dat denk ik ook niet. Nou ja, dat zou kunnen. Welke auto's zijn jullie het meest bijgebleven van de auto's die jullie hebben gereden? En dan kijk ik meteen even naar Jan, want dat zijn er misschien nog meer dan bij Tommy. Ja, ik denk dat ik dan waarschijnlijk toch kom bij de Le Mans auto, de sportscar. De Dome? 1992, nee die van 92, die had ook nog... De Jaguar? Ground Effect, nee, dus de Toyota. Kijk, hij heeft zoveel gereden, joh. Ja, nee, dat was geweldig, want we hadden toen een test in Monza... En ik kan me herinneren dat Senna, die had de dag ervoor tijdens de Grand Prix de snelste ronde gedaan. Was, ik geloof, 1.25.1. En wij reden de volgende dag 24.9. Dus die auto's gingen zo ongelooflijk hard de hoek om. Zonder stuurbekrachtiging en allemaal echt ouderwets bikkelen. Dus dat was toch wel... ik heb er een keer een ronde gedaan in Eastern Creek, net buiten Sydney. En dat is denk ik de snelste ronde die ik van mijn leven afgelegd heb. En ik weet niet of dat ronde-record ooit gebroken was... maar het was gewoon absurd hoe snel je met die auto rond kon rijden. Dat was echt geweldig. Ben je dan ook nog daar een soort van bij? Of is het gewoon een soort van alsof je een raket aan het besturen bent? Nou, je bent er volledig bij. En dat is ook gewoon de euforie. Dat je echt denkt van nou... Maak ik dit mee? Sneller dan dit kan niet, weet je wel. Dat bochten waar je bij wijze van spreken voorheen afremde en terugschakelde... naar 3 kon je nu vol in 4 doorheen. Dat je echt dacht van nou, alsof je op een monorail zit. Hè? Dus dat was echt een prachtig tijdperk.
Tommy? Hoeft niet om de snelste auto te gaan. Nee. Nou ja, als je het zegt, weet je, dat was een keer dat ik een auto leende van Stefan Gijssen. Dat was een Aston Martin Vanquish V12. Nou, dat vond ik zo heerlijk vet, classy, klinken, bruut, 8 uur aangedreven, dat ik wel zoiets had van wauw. En ook, moet ik ook wel heel eerlijk zijn, wat een babe magnet. Echt waar. Je rijdt er Amsterdam heen. De plakkertjes werden nog net niet zo op mijn voorruit geplakt. Die auto heb je toch niet nodig? Nee, ik heb hem niet nodig. Maar ik vond het zo kicken, dat ding. Dat ik echt zoiets had. Weet je, van waar komt dit vandaan? Weet je, dat vond ik wel gaaf. En dat vind ik wel gaaf om te horen van iemand die ook gewoon een Formule 1 auto heeft getest. Ja, maar als je dan zegt. Oké, sport. Ik ging expres uit de sportwagen. Ja. Dan is het de Ferrari V12. Ja. Dat jankding, 17.500 toeren. Mijn schoonvader die had er eentje. En die zei, wil je ermee rijden? Nou, ik rijd de Pitstraat uit op Zandvoort tijdens de Eurobos-series. Gelijk aantrappen, janken dat ding. Hij zei, kan je dat ding niet even inrijden? Ik zeg, heb ik nieuws voor je? Nee. Als je die witte lijn overrijdt, Pitstraat uit, is er voor mij maar één stand. Kleep onder beneden en genieten. Nou, het was gewoon de geilste wekker van Zandvoort. We deden de warm-up om 7:30 ochtends. Ik zweer het je, hele Grandorado werd wakker. Ja. Met dat gillende Ferrari-geluid. Ja. Ik vind het geweldig. Ja. Ik zat op de tribune en je hoorde gewoon boven dat veld uit. Je wist precies wat Tommy over dat hele circuit heen ging. Zat je toen op de tribune? Volgende keer krijg je gewoon een kaartje in de paddock van me. Jan, mag ik je, namens ons allemaal, maar onwijs bedanken dat je hier bent aangeschoven. Ik vond het heel gezellig. En we zouden misschien TZT nog wel een keer uit kunnen nodigen voor de allerlaatste update. Hoezo? Na de Grand Prix, gewoon hoe succesvol geweest gewoon is. Gewoon op de zondag, dan ben ik er toch even bij. Dan nemen we hem daar gewoon op. Even nu sla je door, Dre. Nu sla je door. Ik probeer maar even, ik denk, zit dicht bij het vuur. Nu moet ik even met Jan apart, want ik moet de kaartjes hebben. Met Jan apart hier zo. Nou, dan gaan wij gewoon even lekker afsluiten. Ja. Want op het moment dat jij je wil abonneren op onze podcast, dan kan dat natuurlijk via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, TuneIn, Stitcher en nog heel veel meer. En je kan ons natuurlijk ook altijd zien op ons YouTube-kanaal van RTL Autowereld. En natuurlijk zijn wij ook iedere zondag en zaterdag te zien. Zondag 5:30 RTL 7 en ook op de zaterdag 11:30 ochtends en 17:30 RTL 7. Zo is het. Dankjewel, Dre. Dankjewel. Tot volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doei, doei. Oh nee, die is niet meer. Hoi, hoi. Nee? Autowereld ook op social media.